Hallo reviewvrienden. Hoe is daar? Mooi. Lekker weekendje gehad. Lekker weekendje, hè? Oh, lekker weekendje. Ik heb gisteren de hele dag voor de televisie sport zitten kijken. Ik werd er moe van. Wat? Zit er onder het doosje? Wat? Heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Dat klonk een beetje als een Mongoolse keelzang. Ken je een Mongoolse keelzang? Dat is dan niet van de Josti Band, hè? Dat komt dan uit Mongolië. In een urenlang. Heel vervelend. Chocomousse. Chocomousse van Almhof. Kent u Almhof? Die zeggen altijd al het goede van Almhof koeien. Of zeggen zij dat nou niet? Al het goede is van een Almhof koeien. Volgens mij zeggen ze dat wel. Ach, kan mij bommen wat ze schelen. Wat ze allemaal zeggen. Want hier zit natuurlijk nauwelijks iets van een koe in. Ja, het is chocolademousse. Er zal room in zitten of melk. Er zit slagroom op. Dus die koeien hebben even wat gedaan. Alleen, het is chocolademousse. Oh nee. Dan begint hij nu te zeiken. Zoals altijd over chocola. Begint hij te zeiken over chocola zoals altijd. Nee. Chocolademousse is een prima product. Ja. Ja. Ik vind dat helemaal geen vies toetje. Chocolademousse. Alleen wat er hier nu gebeurt is wel interessant. Want we hebben hier dus choco met echte slagroom. Waarom zouden ze dan nep slagroom doen? Maar dat is de original. Zie je het? Ja, hier. En dan heb je hier puur. Nu ben ik een groot liefhebber van de pure chocola. Dus dat vind ik fijn. En om het toch een beetje moeilijk te maken, vernieuw je wit. Nu heb ik weinig liefde voor witte chocola, aangezien het geen chocola is, maar vet. Het is cacao boter. Het heeft allemaal niks met de chocola zelf te maken. Ben ik wel benieuwd hoe een witte chocola de mousse proeft. Ik snap niet helemaal waarom daar nou weer vernieuw je bij moet dan. Witte chocola heeft toch zijn eigen smaak al? Snap ik niet allemaal. Maar goed, ik ben hier wel benieuwd naar, want er zit dan echt de slagroom op. Ja, normaal blijkbaar dus met net slagroom. En bij de Almhof met de echte slagroom. Heb ik er trek in? Dat is natuurlijk de vraag. Jullie denken misschien wel eens nou, Jantje die zet dan om 12 uur uit. Dan zal hij wel één keer in de week er gewoon 3 maken en dan zal wel. Nou, ik zal je vertellen, mijn planning is nooit heel goed, omdat ik druk ben met van alles en nog wat. Dus eigenlijk word ik 's morgens wakker en denk ik, ik moet even een review maken. Dus het is nu gewoon maandagochtend. Zo vroeg dat ik heb niet eens ontbeten. Dus ik ga nu ontbijten met chocolademousse. En ik was inderdaad van plan om af te vallen. Dat gaat dus lastig worden. Maar goed, alles voor de show. We hebben 3 lepeltjes, omdat ik een tijdje geleden een mail kreeg van iemand die zei, allemaal leuk en aardig, maar je vreet alles met hetzelfde lepeltje. En dan is dat beïnvloeden van de smaak. Scherp. Ja, ik hou niet van kritiek, maar als hij opbouwend is, en ik kan er wat mee wel. Hoppa, floppa, kijk nou, echte slagroom. Nou, ik weet het ook niet hoor waarom. Oh, kijk, bij de witte chocola is het wat minder leuk geworden. Dat ziet eruit alsof het schuim van een mond van een hond is afgeschept. Daar zijn de figuurtjes een beetje weggelopen. En bij de pure is hij mooier dan ooit. Nou, hartstikke leuk. Melk puur wit. Ja. Begin even met die echte slagroom. Dan schep je ze overop. Ja. Het is niet dat ik het in mijn mond steek, dat ik denk, echte slagroom. Het is gewoon slagroom. Enfin, de chocolademousse. De originele. Melk chocolademousse.
En die is... prima te doen. Je hebt ook chocolademoes, die zijn heel luchtig. Dat vind ik niet zo lekker. Dit is gewoon een dikke kwak. Het is eigenlijk best wel een hele dikke chocoladevla. Zo moet je maar zien. Ik vind hem oké. Okay. Het is niet super sterk voor smaak. Maar goed. Allemaal choco met echte slagroom. De pure. Ik ga even om die slagroom heen eten. Want ik vind... Dat is van slagroom. De pure is een stukje donkere. Kak! Godverdomme. Ook van de tafel is de pure lekker hoor. Godverdomme. Oh, die pure is echt lekker. Dat is toch een heerlijk toetje. Wat zit er nou eigenlijk in? Volle melk. Slagroom. Karnemelk. En die allemaal koeien die hebben hartstikke hun best gedaan. Karnemelk. Suiker. 2,4% pure chocola. Dat is toch niet heel veel als je mij vraagt. En dan ook nog een keer melkpoeder. Schuimmiddel. Wat is nou helemaal een schuimmiddel? Hier 2,4% cacao. Maar wat zit er dan in de witte? Het is niet te geloven, 3,9 witte chocola. Karnemelk, hé, in een chocotoetje. Dat verwacht dat niemand. Ja, ik had niet verwacht. Oh, mijn maag begint nu te gillen. Die begint nu te roepen, Jan, ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien is het crisis. Maar je zit op dit moment hele dikke chocoladeprut in mij te duwen. Het is net ochtend. Ik heb nog niet eens koffie gehad. Ik heb nog geen broodje gehad. Of een lichte Franse kwark met fruit. maar ik krijg nu een dikke Almhof chocolademousse-prut in me geflikkerd. Is dat de bedoeling? En daar zeg ik op, beste maagje. Nee, dat is niet eigenlijk de bedoeling, maar het gebeurt nu wel. Dus nu even stoppen met zeuren. De baas is aan het werk. Ik maak me een beetje zorgen om die witte chocoladetoet. Omdat, wat is hier met die slagroom gebeurd? Dat ziet er een beetje vreemd uit vergeleken met die andere dingen. Is het in elkaar gepleurd of is er iets mis mee? Nou, daar gaan we van merken. Dit is de echte slagroom. Ja, nou, ik vind hem... Oh shit, dan doe ik het alsnog. Met een nieuw lepeltje. Even die echte slagroom aan de kant. Kijk. Witte chocolademousse met vanille ook. Ik vraag net nog waarom hebben ze de vanille ingesodemieterd. Want ik witte chocolade moest even een eigen smaak. Proeft helemaal niks. Ja, heel, heel ver in de verte proef je een vanille extract. Maar die witte chocolade smaakt naar niks. Dus daarom hebben ze die vanille erbij gepleurd. Omdat het dus naar niks smaakte. Zeiden ze op een gegeven moment, ja... Zeg iemand van, ja, laten we er een beetje vanille bij flikkeren, dan proeft het nog niets. Het is gewoon echt misselijkmakende modder. Getverdemme. Tijd voor de cijfertjes! Voor de allemaal chocolademousse. Zitten wij hier tot hier. De witte chocolademousse is een flop. Ondanks dat ze de vanille bij hebben gemieterd om er nog een soort van smaak van te maken. Smaakt die eigenlijk helemaal naar niks. Heel ver in de verte proef je een vanille-extract. En daarvoor eet je toch geen chocolademousse, om in de vette vanille-extract te proeven. Dus dit is een flop. De slagroom zag er ook al smerig uit, maar het smaakt er niks. Ja, dat heeft dan weinig zin, je krijgt gewoon een 4. De originele chocolademousse van Almhof is hartstikke lekker. Het is gewoon een prima chocolademousse. Ja, of het nou echt een slagroom is of niet, ik kan mij helemaal niet bommen. Want ik eet eigenlijk nooit echt die slagroom. Daar eet ik dan omheen hoor. Ik vind dat al een beetje slagroom, denk ik dat ja. Maar... De chocolademousse is goed voor smaak. En die krijgt gewoon een 7. Prima. Prima chocolademousse. De winnaar, en dat zag Stevie Wonder nog aankomen, is de chocolademousse van Almhof puur. Omdat die chocolade meer chocoladesmaak heeft. Een puurdere chocoladesmaak. Dus die maakt het extra lekker. En deze, dat vind ik een aanrader. Dat is gewoon een 8. Dat is een prima toetje hoor. Ja, ik hou niet zo van toetjes, maar dat is een prima toetje. Zo, ik heb mijn ontbijt gehad.
Ja, dat was een beetje stevig ontbijt, geef ik jullie toe. Ik wens jullie een mooie dag. Ik ben toch een beetje misselijk geworden. Toch? Oh, ik ben echt een beetje misselijk geworden. Nou ja, moet maar. Oh, slecht begin van de week, niet zeg.